Dankjewel, meneer de voorzitter, meneer de staatssecretaris. We hebben al de gelegenheid gehad om relatief uitgebreid over uw begroting van gedachten te wisselen in de commissie. Maar ik vind het toch de moeite waard om er nog eens bij stil te staan. Tussen de CDH-partij Vergelderingen door is daar misschien enige ruimte voor, meneer de staatssecretaris. Als het even mag natuurlijk. Laissez-moi faire, s'il vous plaît, l'organiser les travaux. Et ça va? Voilà, vous prenez ma place tout de suite. Je deviendrai aussi infernal que vous. Allez, monsieur le secrétaire d'État, arrêtez de parler avec votre petite copine. Monsieur Calvaux. Om kamervoorzitter te worden heb ik niet. Maar ik voel wel de oprechte ambitie om beluisterd te worden door de staatssecretaris. Parlementsleden in de oppositie open stevast deze regering tot beter en groener beleid te bewegen. Vandaar dat ik erop aandrong dat de staatssecretaris luisterde. Meneer staatssecretaris, waarom wou ik toch nog even stilstaan bij uw begroting? Omdat je, ja, de begroting is een beetje de proof of the pudding. Je kan dan zien of de verklaringen die u bijvoorbeeld zondag op de televisieplatformen hebt afgelegd, of die geloofwaardig zijn, of daar centen tegenover staan, of die concreet worden gemaakt. Bovendien is deze budgetaanpassing een kans, een moment voor deze regering, voor deze klassieke tripartite, om de dingen die wat ontbraken in de initiële begroting, om die wat bij te sturen. Dus mijn hoop was er een van, kijk, misschien zullen een aantal maatregelen bijgestuurd worden, misschien zullen een aantal kansen die gemist zijn nu niet gemist worden, misschien worden er stappen voorwaarts gezet. En dan zijn er toch drie fundamentele dossiers, om niet op alles in te gaan waar ik dat niet heb vastgesteld en dat ik bijzonder betreur. Eerst en vooral, en u zal zeggen, u bent daar weer, meneer Calvo, maar ik vind het belangrijk genoeg om stevast op terug te komen, de nucleaire bijdrage. Ik had gehoopt dat een aantal recente gebeurtenissen en de huidige budgettaire situatie, meneer de staatssecretaris, deze regering had ertoe aangezet om een hogere nucleaire bijdrage te voorzien in deze budgetaanpassing. Want dat hebben we recent meegemaakt. We hebben recent meegemaakt dat die energiebedrijven, die u echt niet grondig wil belasten, van wie u geen substantiële bijdrage vraagt in de begroting, dat die eigenlijk met u aan het lachen zijn, dat die u in het ootje nemen als het gaat over de prijsblokkering in zaken energie. Dus, dat had een gebeurtenis kunnen zijn die deze regering had getriggerd tot een hogere nucleaire bijdrage. Iets anders. Als wij destijds, toen u nog staatssecretaris voor begroting was, meneer Wattelet, als wij toen mevrouw Duttort waren uitnodigd in de commissie bedrijfsleven, dan kwam zij zeggen van, pas op met die nucleaire tax, als u die te hoog legt, wij hebben die middelen ook wel nodig om onze andere centrales rendabel te maken. He? Om die andere centrales die niet zo lucratief zijn, meneer de staatssecretaris, om die te financieren. He? Er zou dan een transfer zijn van, laat ons zeggen, doel 1, doel 2, richting rijen 4, 5, 6 of les avir. Maar wat blijkt vandaag, meneer de staatssecretaris? U vraagt geen hoge nucleaire bijdrage. U zegt van, want dat is belangrijk om de centrales van Electrabel die andere centrales laten draaien, maar ze sluiten ze. Dus ik vraag mij af, wat is uw reactie vandaag? En hebt u dan geen spijt dat die nucleaire bijdrage niet verhoogd wordt? Want u hebt samen met mij kunnen vaststellen vandaag dat Electrabel heeft aangekondigd dat een aantal centrales, niet alleen steenkoolcentrales, maar ook gascentrales, Les Avir en Rijen 6, dat die worden gesloten. Dus ik stel mij toch grote vragen bij uw Electrabel-strategie en bij het parcours dat u aflegt rond de nucleaire tax. Want de nucleaire bijdrage zou een van de pistes kunnen zijn om de energieinvesteringen die op ons afkomen op die rechtvaardige en billijke manier te gaan financieren. Opnieuw, het planbureau zegt, richting 2030, kernuitstap of niet, we hebben 20 miljard euro nodig om onze energiecapaciteit te vergroenen, te vernieuwen, te verbeteren. Dus de vraag is, wie gaat dat betalen? Onze keuze is niet dat laten betalen door de consument en de KMO's, maar die het laten financieren in de eerste plaats door zij die de afgelopen jaren bijzonder, bijzonder veel winst hebben gemaakt met het thema energie. Dus meneer de staatssecretaris, tussen het lezen van de voetbalmagazines door, zou ik u willen vragen om daar toch even bij stil te staan. U kan twee dingen, ik weet het, u bent een super... Monsieur Calvo, je crois que vous n'avez pas vocation à être instituteur de classe primaire. Alors arrêtez un peu d'interpeller les uns et les autres sur la façon de... Tant qu'ils vous écoutent, qu'ils lisent, qu'ils téléphonent, qu'ils mangent une soupe, désolé, hein, mais arrêtez de faire des remarques comme ça, autrement, c'est de l'enfantillage, vous m'excuserez, hein.
Oké? Okay? U hebt dan een wat andere lezing. Meneer de voorzitter, u hebt dan een andere lezing over een geloofwaardig, eerlijk parlementair debat. Als u het als parlementsvoorzitter fatsoenlijk vindt dat een staatssecretaris ostentatief zijn tijdschrift leest in uw assemblée, sorry, dan neemt u dit assemblée niet au sérieux. Monsieur Calvo, je n'ai pas de soir ce voir de vous. Maintenant, ça suffit. Hein? Ça suffit maintenant. Hein? C'est chaque fois avec vous où vous jouez un petit jeu avec vos collègues ou alors chaque fois vous venez faire un numéro ici. J'ai pas de soin à recevoir de vous non plus. Hein? Bah, arrêtez, je peux aussi faire des commentaires sur la façon dont vous vous comportez quand des ministres vous répondent. Hein? Je pourrais aussi d'ici en vous regardant les uns et les autres. Hein? Eh bien, je le ferai dorénavant. Et vous serez peut-être étonné de savoir ceux qui sont épinglés. Hein? Ça suffit quand même. Monsieur le chef de groupe. Voorzitter. We kunnen veel discussiëren over de manier waarop gedebatteerd wordt in het parlement, maar ik vind, meneer de voorzitter, dat hier collega Calvo absoluut ook gelijk heeft. En het debat vergt, en u... Meneer de voorzitter, als er rumoer is in het parlement, gaat u ook parlementsleden ter orde roepen als ze aan het babbelen zijn of wat dan ook. Als er een debat bezig is en de bevoegde minister of staatssecretaris zit een tijdschrift te lezen als het over zijn thema gaat. Sorry, ik vind dit ook getuigen van weinig respect. En als die opmerking gemaakt wordt, mogen we dat toch wel doen. Het minste dat men kan verwachten, en u mag streng zijn ten aanzien van iedereen, meneer de voorzitter, dat heb ik geen enkel probleem mee, maar het lezen van een tijdschrift over sport of wat dan ook, terwijl het debat over uw thema gaat, dat getuigt van weinig respect voor het parlementaire debat. Daar heeft de collega 100% gelijk. Monsieur Calveux, je vous invite à poursuivre votre intervention. Et je n'ai pas à interdire aux uns et aux autres de lire quoi que ce soit. Ik verwacht ook niet van u, voorzitter, dat u daarin tussenkomt, dat u de staatssecretaris terechtwijst. Evenmin verwacht ik dat u een uitspraak doet over wat ik ten aanzien van de staatssecretaris zo net gezegd heb. Dat is het enige wat ik verwacht. Voor mij hoeft dit geen incident te zijn, maar ik vind het mijn recht als parlementslid om aan de staatssecretaris te vragen om mijn tussenkomst te beluisteren. Punt. Aan de lijn. Maar on va pas commencer à passer dans lui là-dessus, hein? Ben alors avançons, l'incident est clos, monsieur Calvo, vous avez la parole. C'est terminé. Dank u wel. Puntje 2, meneer de staatssecretaris, waar ik u graag over wat... Over... Écoutez, taisez-vous maintenant. C'est bon comme ça. Écoutez. Écoutez, chers collègues, si ça n'arrête pas, je suspends la séance pendant une heure. Voilà. Ik wil gewoon mijn tussenkomst verder zetten, meneer de voorzitter. Voor mij hoefde dit tumult niet. Meneer de staatssecretaris...